Nou jongens, kijk eens. In de ochtend zijn we bij Groenendaal. Zo ziet het eruit. Even het wildroostertje over en we gaan een gebied verkennen. Grappig jongens. Kijk eens deze graffiti jongens, 2012. Gasontladingslampen. Het lijkt wel of die nieuw is. Eventjes checken. Nee, het is een oude al. Ik heb zo'n lamp ook eens een keer thuis gehad. Dat zijn wel grappige dingen jongens. Als jullie goed kijken, dan zie je als het goed is dat er een stop in zit. Kijk, daar heb je waarschijnlijk de trafo, een losse, ook dat nog. En dan heb je daar waarschijnlijk de 6 ampère stop zitten. Kijk eens even hier, hoe die brandt. 365 dagen per jaar. Hey, Torpedo! Oh, alweer bekende. Hier, grappig jongens. We horen een geluid. Kijk eens naar die graffiti jongens. Hé hey jongens, wat hebben ze gedaan? Ze hebben al die trafo's eruit gehaald en die hebben ze los in de bak gelegd. Of wat is het? Ja, er gaan draden naar binnen. Grappig. Stik die van de koolmezen of pimpelmezen, die hoor je nu ook overal. Ah, ze vliegen al weg, wacht. Met een beetje geluk kan ik ze... Ja, ze zitten daar in de boom, maar ze zijn te snel. Daar zitten er ook nog wat. Nee, dat gaat hem dus niet worden, helaas. Nou, wacht, jawel. Nee, hij is te snel. Hij zat daar gewoon, dat maakt niet uit. We gaan vloggen, jongens. Kijk eens eventjes, jongens, naar die heuvels. Zo. Jongens, Paarse Heide. Zitten we alleen even te kijken zo dadelijk of we rechts of links af gaan slaan. Ik denk dat het allerbeste is rechts af gaan slaan. Wacht, wat is dat? We zien al wat. Ah, dat is een hondenuitlatertje. Dus dan gaan we de vlog maar even beëindigen zo dadelijk. Hier zit op zich in dit stuk ook best wel veel wild. Dus dat is ook wel grappig. En ik zal jullie zo straks misschien een stuk laten zien daarachter dat we daarheen lopen. Bij de weg, daar heb je zo'n grote inham. En daar staan ook altijd beesten. En die staan eigenlijk vlak aan de straatkant.